En in het begin van de 16e eeuw is hij naar Antwerpen gekomen. Toen heette hij Guido di Savino. Hij trouwde met een meisje uit Antwerpen. Zij heette Margaretha Bollekens. En Margaretha Bollekens die had een vader en die heette Andries Bollekens. En Guido heeft toen de voornaam van zijn schoonvader overgenomen. En hij heette vervolgens Guido Andries. En zo kennen we hem allemaal. Mm. En hij was dus de eerste die die Maiolica-techniek introduceerde bij ons in de Nederlanden. En in Italië maakten ze veel vloeren van tegels. Dus het eerste wat in Antwerpen werd gemaakt, wat in de Nederlanden werd gemaakt met tegels, waren vloeren. En die Italiaanse vloeren die waren niet opgebouwd uit tegels van 13 bij 13, maar ze maakten vloeren van alles. Van tegels in de vorm van cirkels, vierkante tegels. Groot, klein. Groot, klein. Het kon van alles zijn en dan waren het een soort mozaïeken op de grond. Ja. Een van de patronen die ze hadden, een van de meest populaire patronen, was een klein vierkant tegeltje, zoals dit, met vier zeshoekige tegels daaromheen. En dat patroon herhaalde zich dan. De tegel in het midden, het vierkante tegeltje, had altijd een figuratieve voorstelling, zoals hier een gezicht, een portret. De zeshoekige tegels die hadden ornamentale voorstellingen, dus bijvoorbeeld bloemetjes. Ja. Deze tegel heeft, de Maiolica is meestal, kan vijf kleuren hebben. En de basiskleuren zijn blauw, groen, oranje, geel en soms paars. Op het paars na zit het allemaal hierin. Ja, precies. Alleen dat paarse even niet. Ja. Zo'n tegel is behoorlijk zeldzaam, hè? Dit is een hele zeldzame tegel. En dit is ook nog een van de allerleukste voorstellingen. Portretten, die worden ook nog het meest gezocht. Ze zijn gemaakt zo in de jaren 30 van de 16e eeuw. Nou ja, voor de Nederlanden zijn dat dus de aller vroegste tegels. Ik bedoel, ik noem het nu maar even de Nederlanden voor het gemak. Maar toen was dat natuurlijk nog de Nederlanden. Antwerpen. En zo'n tegel is zeker 8.500 euro waard. Leuk, hè? Ik heb het vanmorgen bij hem opgehaald. Ik zei, heb je nog iets om mee te nemen? Wat gaat er gebeuren vandaag? Ja, tussen kunst en kitsch, hè? Ja, daar gaan we naartoe. Dus kijken of het allemaal kitsch is wat we hebben. Ja, het eerste wat me opvalt is eigenlijk een beetje de twee kleuren die gebruikt worden. Het lichte blauw en het donkere blauw. En natuurlijk de kakelee die erin zit, in het aardewerk zelf. En dat werd eigenlijk al vaak gedaan om het ouder te doen lijken als dat het werkelijk is. En dat is iets wat we veel tegenkomen hier in Nederland in Friesland. Bij het Friese aardewerk ziet er vaak zo uit. Maar dan draai ik hem om. En dan zien we hier een merkje staan. Ja. En het is een Duits merk. Het komt uit de buurt van Karlsruhe. Een fabriek die aardewerk heeft gemaakt in de stijl van Delft. En die fabriek is opgericht in 1923. Dus het is ongeveer 80 jaar oud, deze schotel. Mm-hmm. En het doet helemaal Nederlands aan. Dus ik verwacht ook dat die voor de Nederlandse markt is gemaakt. Mm-hmm. En de erfenis waar kwam waar vandaan? Kwam die uit Nederland? Ja. Ja? Ik heb het gewoon van een cliënt gehad. Oké. Ja. Nou, dan heeft u een mooi cadeau gehad. Heeft u hem thuis hangen of heeft u hem ergens onder in de kast liggen? Ergens. Met een handdoek eroverheen? Ja, gewoon ergens gezet. Ja. Ja, het fleurt natuurlijk wel een interieur op. Ik wil zo'n schotel een waarde meegeven van, noem het eventjes, 180 euro. Mm-hmm. Ja. Geniet ervan. Ja, dank je. Goed zo. Graag gedaan. U heeft een masker meegenomen. Het heet een kanaga. Zo wordt dat dus gedragen. Want ik kan jullie nu allemaal zien. En dat is een masker wat uit Afrika afkomstig is. Ja. Daar heb je Mali en daar wonen de Dogons, de Dogon-stam. De Dogon zeggen dat dit het teken is van een vliegende vogel en dat hij de jacht beïnvloedt. Dat zie je erin. Anderen zeggen nee, het is een sfeer tussen hemel en aarde. De hemel hier en dan de aarde en de sfeer die daartussen zit. Het is niet helemaal juist. We weten het niet precies. Het is wel zo dat als een hooggeplaatst iemand begraven wordt, dan is dat natuurlijk een hele moeilijke situatie, een gevaarlijke situatie. En dan wordt er ongelooflijk wild mee gedanst. Je moet zien, hier die gaatjes allemaal, die zitten natuurlijk niet voor niets. Daar zitten allemaal riet aan en textiel, et cetera. En u heeft dat gekocht? Heeft u het bij een kunsthandelaar? Nee, ik ben een kennis. Van een kennis? Al jaren, 35 jaar geleden. Nou, dat moet een ontzettend aardige kennis zijn geweest. Wat heeft u daar nou voor betaald? 250 gulden. Pardon? 250 gulden. 35 jaar geleden. Ja. Ik taxeer dit zo op een 6500 euro.
prachtige staat. Heel mooi met zijn originele verbindingsstukken hier. Mooi beschilderd. Prachtig. Het is een voorwerp uit de familie en ik weet dat het van mijn opa is geweest. Die leeft niet meer, dus het staat nu bij mijn ouders thuis. En ja, hij heeft het vanuit zijn werk gekregen. Hij werkte in de jaren 50 zo'n beetje, werkte hij in Den Haag als gemeente, bij de gemeente als opzichter bij bouwprojecten. Ja, zo, sindsdien is het in de familie, omdat ja, hij heeft altijd een heel bijzonder stuk gevonden. Ja. En dat mocht blijkbaar toen in die tijd, hè? Als je wat opgroef, dan mocht je dat gewoon houden. Ja, ik hoop het, ja, dat we niet... dat is tegenwoordig niet meer, hoor. Nee. Nou, het is lang geleden gevonden, dus daar hoeft ze zich waarschijnlijk geen zorgen meer over te maken, hoor. Nu ligt het wel anders. Het is een heel, ik vind het een heel fraai kandelaartje. Een éénknoopskandelaartje, zoals het ook wel genoemd wordt. Hè, vanwege dat ene knoopje in de schacht of in de stam. Het enige wat ik denk waarom het misschien weggegooid is, dat het randje hier ietsje hoger is geweest. Dit. Want uiteindelijk is dat, doet dat dienst als een soort vetvanger. Het kandelaartje is zeker uit Vlaanderen of Nederland afkomstig. En je kunt het dateren tweede helft van de 15e eeuw. Het bijzondere ook aan dit kandelaartje is dat de kaarsenhouder vaak rond is. En in dit geval is hij, als ik gauw even tel, zeshoekig. En daarbij zie je ook nog een bepaalde versiering in de vorm van een soort kantelen. Ja, ja, karteltjes. Dat is echt zeldzaam, hoor. Dat zie je weinig. Een hoekig kaarsenhouder met een ronde voet. En wat zijn die gaten voor jou? Ja, om te schieten? Daar heb je het weer. Nee, het zijn geen schutsgaten. Het zijn gaten die precies tegenover elkaar zitten. Ook de vroegste kandelaars, daar zit het gat onder in de kaarsenhouder. We hebben altijd gezegd, en dat zeg ik nog steeds, dat is om het laatste stukje kaars eruit te pulken. Maar er is een nieuwe theorie. En het is waarschijnlijk dat die theorie is ontstaan. Nou, je moet misschien brandweer zijn geweest, maar met de brandveiligheid. Stel je voor, je hebt een kaars aan het branden en je vergeet hem. Dan kan dat wel eens een keer kwalijke gevolgen hebben. In dit geval, als je de kandelaar de kaars laat branden, dan gaat op een gegeven moment, komt hij in de kaarsenhouder, dat kaarsvet smelt, loopt weg en de kaars dooft vanzelf. Dus dat zou best kunnen. Vandaar ook twee gaten. Want het is ook leuk, de vroegste kandelaars die hebben grote gaten, rechthoekig of vierkant. En al naar gelang dat je naar de 17e eeuw gaat, of 18e eeuw, en zelfs in de 19e, wordt het een heel klein rond gaatje. Daar kun je nooit, ja, daar kun je wel iets in stoppen, maar je kunt nooit bewegen om het laatste stukje kaars weer naar boven te halen. Met een breinaald. En het leuke is, ook de vroegste kandelaars hebben dus de gaten aan weerskanten en de latere kandelaars hebben maar één gaatje. En nogmaals, te klein eigenlijk om het laatste stukje kaars eruit te frunken. Dus ik denk, het zou best kunnen dat die theorie echt wel klopt. Dat het echt uit brandpreventie gedaan is. Kun jij nog ergens aan zien, het is in Den Haag gevonden. Zit er iets specifiek Haag aan? Nee, absoluut niks. Nee, nee, daar zit gewoon in de meeste katalogen... Veel te grote gaten of zo? Nee. In de meeste katalogen wordt het zelfs opgeschreven als West-Europa. Ik bedoel, daar weten ze er, nee, daar weten ze er geen raad mee. Maar nee, dit is echt Vlaanderen of Nederland. Ja. En een mooie patine. Prachtige heeft hij, zoals jij dat nou altijd noemt. Lijkt wel of die van hout is gemaakt. Hè? Ja, dat moet ik er nog even bij vertellen. Dit kandelaartje is in twee delen gegoten. De stam en de voet. En is daarna aan elkaar geklonken. En als je even de onderkant laat zien, kun je zien dat het ook nog mooi afgedraaid is. En het leuke van dit kandelaartje is, het is nooit wat wij dan noemen van de voet af geweest. Dus het is nooit gebroken geweest. Het is niet ingekort. Want je komt deze kandelaartjes ook vaak tegen als een mariage. Waarbij de stam en de voet soms wel uit de tijd zijn, maar bij elkaar geraapt. En dit is een perfect kandelaartje, wat je ook ziet aan de verhouding. Maar het was het kandelaartje hier staat, taxeer ik het op 6.500 euro. Oh, zo. Nou, dat heeft mijn opa goed gezien. Ja, zeker. Nou, ik ga Nelleke vast bellen, want de Rembrandt wordt nu net aangeleverd, zie ik. In deze tas? Je zou het niet verwachten. Oh jee, daar met al die snertkeien, ik geloof dat het gebroken is. Dus, we gaan eens naar binnen als dat kan. Dit is een prijsveer. En een prijsveer die werd uitgereikt, de zilveren prijsveer, werd uitgereikt in onder andere Amsterdam aan de beste leerling van de Latijnse school. En dat werd twee keer per jaar werd dat gedaan in het koor van de Nieuwe Kerk in Amsterdam. En de beste leerling kreeg dan deze prijsveer uitgereikt. En dat is hier bij deze gebeurd in 1741. En daarboven staat het stadswapen van Amsterdam. Hij is bovendien prachtig gekeurd.
Er zijn er meerdere van bekend. Toch komen we ze erg weinig tegen. En het leuke van dit systeem was dat die leerlingen werden gemotiveerd om extra hun best te doen om de beste leerling te worden. En dat werd beloond met zo'n zilveren schrijfveer. En ja, daardoor kon je je onderscheiden van de andere leerlingen. En daardoor werd het niveau van de leerlingen natuurlijk ook steeds hoger. Omdat ze zo weinig voorkomen, zijn ze ook redelijk waardevol. En dan moet u denken aan een bedrag van 5000 euro. Oh, dat is beduidend meer dan ik dacht. De eerste prijs? Ja, de eerste prijs. Ja. Het is moeilijk voor te stellen.